In Veghel vond maandagmiddag een persmoment plaats over het project Schoon Heel Veilig. Het project is 2 maanden geleden opgestart door de gemeente Veghel in samenwerking met Optimist. We bezoeken op dit moment de werkplek van ons project, gezamenlijk met de gemeente Veghel, Schoon Heel en Veilig genaamd. Waarbij wij in samenwerking met de buitenploeg van de gemeente een aantal werkzoekenden een werkervaringsplaats hebben geboden. Het houdt in dat mensen met een uitkering die nog geen werk hebben, zeg maar klaargestoomd worden voor de arbeidsmarkt. Door ritme op te doen in het dagelijkse werk, door kennis op te doen en daarmee hun kracht en hun afstand tot de arbeidsmarkt eigenlijk te verkleinen. En deze job eigenlijk te gebruiken als springplank naar een vaste baan of een baan elders. Aan het project ben ik begonnen omdat ik thuis zat. Ik had geen werk en toen hebben ze mij een traject aangeboden van Schoon en Veilig. En daar ben ik eigenlijk mee begonnen. Ja, sindsdien voel ik me eigenlijk hier wel op mijn gemak. De Optimist heeft dan brieven naar mij gestuurd van je zit nou een tijdje thuis, wil je weer aan de slag of wil je werkritme opdoen? En toen heb ik daarop ja gezegd. Dus vanuit daar ben ik hiermee begonnen. Het probleem op dit moment is dat er weinig werkervaringsplaatsen zijn en ook weinig vacatures. Het heeft alles te maken met de crisis, onder andere de economische crisis en dus ook een crisis op de arbeidsmarkt. En we willen natuurlijk mensen niet aan de kant laten staan, maar vooral actief bezig laten zijn op plekken waar het ook rendeert. En het mes snijdt in dit geval aan meerdere kanten. De buitenruimte wordt schoongehouden en de medewerkers doen zeer belangrijke werkervaring op. Nu ga je bij een ander bedrijf werken en daar begin je morgen. Kun je daar eens wat over vertellen? Daar heb ik via de gemeente. Een gemeentewerker heeft mij aangebevolen daar dan bij Riool Service Veghel. En ik ben er op gesprek geweest en die vent zei van als jij wilt dan kun je hier komen werken. Dus sollicitatie gehad, aangenomen. En dan gaan we dan doen. Dus daar ben ik heel blij mee. Zulke mensen toch nog rondlopen die je graag een baantje willen geven.